Roel van Hemert, een 6-0 nederlaag, dat is bijna even pijnlijk denk ik als de 7-0 op Standaard. Dat denk ik wel. 5-6, 10-0, maakt allemaal niet zoveel uit denk ik. Het is een hard pak slag en ik denk als je vandaag de wedstrijd ziet, dat dat gewoon verdiend is. Als je de goals terug bekijkt, zijn allemaal kinderlijke fouten die op dit niveau niet mogen gebeuren. Ja, als je dan tegen een club als Anderlecht speelt, dan weet je dat je deksel op de neus krijgt. Dus dan is 6-0 gewoon normaal. Ja, het begon al met meteen fout bij een corner. Weet je dat je Joas moet in doorhouden? En ik denk dat we ook weer stonden in zoneverdediging, want het was niet, misschien niet de ideale dekking voor tegen Anderlecht. Ja, het is moeilijk. Je weet, Anderlecht zijn allemaal serieus grote mannen. En met een Joas en een Mazouk en een Wasilewski, denk ik. Ja, en dan, daar hebben wij vrij weinig gestalte tegenover, denk ik. En ja, we proberen het toch met die zonedekking. Dan weet je dat het tegen zulke mannen fout kan lopen. En spijtig dat vandaag, denk ik, van de 6 goals ook nog 4 goals op dode spelmomenten zijn. Dus dat geeft ook weer stof tot nadenken, denk ik. Dat we dat misschien in de toekomst zelfs anders moeten gaan doen. Maar dat zijn 4 cadeaus die je voor kerstmis aan Anderlecht geeft, denk ik. De eerste helft had ik de indruk dat ze niet echt doorspelen en ons zelfs lieten komen. Wel met alle begrip tot aan de 16. Ja, ook dat misschien. Maar misschien ook een beetje de verdienste van ons. We hadden een bepaalde periode in de eerste helft dat we wel het voetbal speelden wat we moesten doen hier. En dat is gewoon over de grond spelen en proberen via de combinatie Wesley of Thomas te zoeken. En dat deden we een bepaalde periode in de eerste helft wel oké. En toen kwamen we een paar keer tot bij de 16 meter. Maar daar bleef het ook bij, denk ik. En voor de rest hebben we daar in de tweede helft in verzaakt en hebben we te veel de lange bal gezocht. Ja, dat moet je niet doen als achterin kerels van 2,25 meter staan, denk ik. Dan kun je zelfs twee jongens van elkaar bij ons op de schouders zetten, maar dan weet je nog geen duel, denk ik. Dus dat is gewoon niet slim gespeeld. Dan krijg je een pak slaag zoals je vandaag hebt gekregen, denk ik. En dat is terecht. Misschien een klein lichtpunt zoeken. Dat was misschien, we hebben 1 kans op de aanslag in Steffer, de diepe bal op Brazinski, die hij jammer genoeg niet kon meenemen. Ja, tweede helft, hè. Goede steekbal, denk ik. Goed, hij neemt hem met de rug naar de goal. Kan hem moeilijk controleren, maar ja, ik bedoel, als we één moment eruit moeten pakken, dan dat is ook wel pijnlijk, denk ik. Ik denk dat we daar vandaag ook voor de rest niet eens aan een aansluitingsdoelpunt aanspraak hebben mogen maken, want we zaten totaal niet in een match. En kijk, je kan wel 500 excuses gaan zoeken. Ik denk dat we van de afgelopen 6 dagen misschien anderhalve dag normaal getraind hebben. Dan krijg je zo'n wedstrijd, denk ik. Maar toch, dat verklaart nog niet helemaal hoe je vorige week zo'n hoopgevende prestatie levert tegen Genk en dan nu tegen de andere leider, zo'n Pandoring. Nee, absoluut. Ik zeg, het is misschien een klein en zacht excuus dat je mag of kan inroepen, maar dat wil niet zeggen dat we ons moeten wegsteken, want we hebben vandaag gewoon veel te weinig laten zien. Iedereen, Janneke en Mieke, iedereen die vandaag op het veld stond bij ons of die erin kwam, heeft te weinig gebracht. En dan moeten we bij onszelf te raden gaan. En we hebben gewoon een zwakke prestatie afgeleverd en dat moeten we bij onszelf zoeken. En wat ik zeg, er zijn natuurlijk verzachtende omstandigheden zoals de trainingsweek en de weersomstandigheden. Maar daar moeten we het gewoon niet achter zoeken. We moeten bij onszelf te raden gaan en we moeten de schuld in eigen boezem steken en allemaal vanavond maar weer eens voor de spiegel gaan staan. En goed, morgen moet die kop wel weer gericht zijn naar Westerlo, want dat staat woensdag voor de wedstrijd. En dat zijn wel de wedstrijden waar wij wel punten in moeten pakken, denk ik. Ik bedoel, je hebt hier niks te verliezen. Ja, oké, dan is het spijtig dat het een grote uitslag als 6-0 is geworden. Maar goed, vooraf hoop je natuurlijk iets mee te sprokkelen, maar dat is hier niet evident. Maar wat ik zeg, Dit doet pijn, alleen vanaf morgen moeten we ons wel snel de neus dezelfde kant oprichten. Want woensdag is Westerlo en dat is voor ons wel een aardig belangrijke wedstrijd. En die moet absoluut gewonnen worden. Die wedstrijd zou je wel moeten aanvatten met wel een wijziging in de verdediging. Want Van Doren pakt zijn 5e gele kaart vandaag. Ook dat en met de blessure van Chris de Vree moet ook maar weer afgezien worden. Want zijn knie is een serieuze sneeuwbal, zo dik dat hij is. En er zit veel vocht in, een zware kneuzing, zeggen ze net. En die wedstrijd is kort bij, dus ja, dat zou zomaar ons centrale duo zijn die je dadelijk weer verliest. Dus ja, dat moeten we natuurlijk weer opvangen. Alleen, goed, wie er ook staat of wie er ook moet spelen woensdag, we moeten het toch samen doen. En we kunnen wel steeds gaan roepen van we missen kwaliteit of we missen daar op die positie en of die positie spelers. Maar dat is allemaal maar excuses in roepen. Vorig seizoen zijn we ook los kampioen gespeeld. En de huidige selectie is hier nog steeds aanwezig. En ploeg als Westerlo, daar moeten wij thuis van kunnen winnen. En wie er dus woensdag ook op het veld staat, die moet gewoon alles geven voor deze club. En voor elkaar en voor de ploeg. En wij moeten die 3 punten absoluut thuis houden woensdag. Dank je wel.